ene filet met specerijen, wortelpuree met komijn, gember en koriander. We gaan een beetje ras en lanoet gebruiken om onze eenden te marineren. Citroensap, boter, een klein beetje sojasaus hebben we nodig, gember, bruine fond gaan we ook gebruiken, worteltjes en onze eend niet te vergeten natuurlijk. We gaan beginnen met onze eend te marineren, maar vooraleer we dat doen ga ik het vet ervan afsnijden. Aan ene filet zit redelijk veel vet en het overtollige vet aan de zijkanten mag eraf. We schikken ze in een kom en doen er een klein beetje komijn en ras en lanoet over. Een paar lepels olijfolie. En dan gaan we onze eend goed besmeren met die mengeling. Langs beide kanten goed erin rollen, dat de eend alle smaken kan opnemen. Dan gaan we aan de kant dat we wat kunnen marineren en ondertussen gaan we onze wortelpuree maken. Gewoon wat worteltjes schillen, snijden. Niet te klein, dat hoeft niet, want nadien gaan we die toch mixen. En we gaan die met een beetje komijnpoeier en gaan we die opzetten in water met een bouillonblokje erbij. Dat mag je goed laten doorkoken en helemaal laten uitkoken eigenlijk. Voor de afwerking van ons gerecht gaan we nog een paar jonge groentjes gebruiken, jonge worteltjes. We gaan die eerst schillen en dan snij die zo een klein beetje in een puntje dat je precies wat babyworteltjes krijgt. Ondertussen ga ik alles voorbereiden voor de saus. Die bestaat uit bruine fond, sojasaus, gember, verse gember die we in fijne kleine stukjes gaan snijden, een stengeltje citroengras. Dat mag er ook bij. En nog enkele blaadjes verse koriander. Zo, dat staat klaar. Ondertussen ga ik onze jonge worteltjes of onze babyworteltjes heel even al dente opkoken. Klein beetje water erbij. Dat mag op een mooi vuur. En als onze eenden goed gemarineerd zijn, gaan we die bakken in een hete pan zonder vetstof. Eerst op de vetkant, dat die mooi kunnen bakken in eigen vet. De worteltjes die zijn beetgaar, die ga ik al afgieten. En onze eend proberen we krokant te bakken langs beide kanten. Als dat gebeurd is, gaat die gewoon in een ovenschaal en gaan we die verder garen in de oven. De pan, daarvan gieten we het vet af en dan blussen we die met onze saus. We laten dat even doorkoken en een klop erin roeren, zodat de braadsappen ook mooi loskomen. En dan gaan we nog het sap van een halve citroen bij doen voor een klein beetje frisheid in onze saus te brengen. De wortelen die zijn gaar gekookt. Er zit ook een klein beetje kookvocht bij, maar dat mag je er gerust aan toevoegen. Enkele lepeltjes olijfolie, peper en zout. En dan gaan we dat goed mixen dat je een mooie fijne massa krijgt. De saus is doorgekookt. Die gaan we door een zeef gieten, dat we geen stukjes niet meer hebben. En dan gaan we dat monter au beurre, zo heet dat in vaktermen. Dat betekent een klein koud klontje boter eraan toevoegen en goed roeren dat de saus mooi bindt. Onze worteltjes ga ik nog een klein beetje opbakken met olijfolie en peper en zout. En onze eend die is ook gaar. Belangrijk is dat eend mooi rosé gebakken wordt, dus die mag nog even rusten aan de kant. We maken een paar kanellen van onze wortelpuree. Daarlangs serveren we enkele plakjes rosé gebakken eend. Onze worteltjes schikken we er dakpansgewijs bovenop. En we werken af met enkele blaadjes verse koriander. Onze licht Aziatisch getinte saus mag er ook over. Een paar lepeltjes op het vlees, een klein beetje rond. En dan zijn we helemaal klaar. Een heel smaakvol, kruidenvol gerechtje. Eend met puree van worteltjes en komijn. En een sausje met koriander. Het receptje kan je altijd nalezen op onze site, delijze.be. De Leize. Goedkopen. Goed eten.